verdiende zegen voor Feyenoord? Ja, dat zijn, ja, verdiend. Ik denk niet dat hij verdiend is als je kijkt naar de kansverhoudingen. Maar ja, of hij wel of niet verdiend is, het is typisch zo'n wedstrijd dat de gelukkigste wint. En dat was Feyenoord vandaag. Jullie hadden misschien in de eerste helft meer moeten profiteren. Hè? Want in de eerste helft stond het niet goed bij Feyenoord. Binnen 7 minuten stonden jullie op voorsprong. Ze waren zoekende. Ja. En toen hadden jullie misschien door moeten drukken. Ja, absoluut. Dat denk ik ook. Want het stond gewoon goed en we gaven weinig weg. En ik denk ook dat de 2-0 ook wel, die zat wel in de lucht nog. Of tenminste in de lucht. De 2-0 zat eraan te komen. En ja, we begonnen heel slecht aan de tweede helft. Dus veel balverlies. En daar hebben we in de eerste 20 minuten van de tweede helft hebben we het laten liggen. Ja, dan wordt het op een gegeven moment 1-2 door een schot van Karim El Amadi. Ja, daarna kwamen jullie eigenlijk nooit meer in de wedstrijd. En toen werd het wel van een heel bedenkelijk niveau, hè, van beide kanten. Ja, dat was heel matig. Tweede helft vond ik überhaupt gewoon slecht. Heel veel balverlies van beide kanten. En met name van onze eerste 20 minuten toen hebben we het echt weggegeven. Ja. Dus ja, ik denk nog wel kansen gehad om nog een punt uit het vuur te slepen. Maar ook niet gelukt. Het is jouw pakje aan niet, maar bij Feyenoord waren twee debutanten, Bakal en Guidetti. Wat vond je ervan? Ja, Otman scoorde natuurlijk een goed doelpunt. Echt een typisch doelpunt voor hem. Dus ja, die speelde wel zeg maar zoals hij kan spelen. Zeg maar. Hij kan nog wel beter. Maar zoals ik hem ken, zo speelde hij. En Guidetti, ja, het is wel netjes dat hij meteen die penalty neemt. Maar hij heeft nog niet. Ik heb heel veel over hem gelezen, maar ik heb het nog niet gezien. Maar het zal misschien komen, dat weet ik niet. Maar dat zullen we wel zien. Hey, een desastreuze competitiestart voor jullie. 5 gespeeld, 1 puntje, schamel puntje. Moeten de NAC-fans zich zorgen gaan maken? Nou, geen zorgen, maar dat het een slechte start is. Ja, absoluut. Maar ja, ik zat net ook even in zakkenas. En toen heb ik met een aantal mensen weer gepraat en dacht ik, ja, we kunnen het wel. En dat hebben we vandaag laten zien in ieder geval, bij momenten. Zeker de eerste helft. Dus daar moet je wel. Maar goed, het zijn allemaal van die dingen die hoor ik vaak mensen zeggen van teams die niet goed gaan. Ik zeg, je moet weer de goede punten eruit pakken. Maar kijk, daar hebben we nu. Ja, nu is de teleurstelling even groot. Hoe is het persoonlijk met je hier? Nou, ik heb dit seizoen ben ik in ieder geval goed gestart in de competitie. Maar als je speler bent van NAC nu, dan is het even niet heel leuk natuurlijk. Dus dat is wel minder. Ja, dat is gewoon niet leuk. Maar ik geniet nog wel dat ik voetballer ben in ieder geval. Ja, en de samenwerking met de trainer, Karelsen, gaat dat ook helemaal goed? Ja, dat gaat goed. Ja, want ik heb begrepen, bij een oefenwedstrijd ging er wel wat mis, hè, met de communicatief tussen jullie. Ja, hij heeft me een keer gewisseld. Maar ja, dat is echt verleden tijd. Dat hebben we uitgepraat. En wat dat betreft is de trainer ook wel iemand die bij wie dat niet blijft doorgaan. In ieder geval, dat soort akkefietjes, zeg maar.